Ik bouw een geheime kamer op wielen. Zonder dat Rutger het weet, verzamel ik binnen de tijd alle spullen om vervolgens een geheime kamer te bouwen. En dan is het tijd om Rutger op een speurtocht te sturen om mij te gaan zoeken. Maar hoe lang gaat het duren tot Rutger mij vindt? Ik verwacht Rutger ongeveer over 5 uurtjes thuis, dus laat die tijd maar ingaan, want ik heb dus nu 5 uur de tijd om te gaan bouwen. Hier heb ik een gouden envelop, deze ga ik hier op tafel neerleggen. Zodra Rutger thuis komt, mag hij deze envelop gaan openmaken. Ik heb overal verborgen camera's neergezet en daar zit dus de opdracht in om mij te gaan zoeken. Geen tijd om verder te praten, laten we snel vertrekken. Het is allereerst tijd om het masterplan door te gaan nemen en ik hoop dat jullie er klaar voor zijn, want ik heb wat voorbereid, jongens. Oh, het is heel zwaar. Oh. Ja, werkelijk helemaal niks. Ik heb geen idee waar ik aan begin, maar waar ik wel een idee voor heb, is de like goal van deze week. Als het jullie lukt om de 18.000 duimpjes te halen op deze video, dan ga ik gewoon weer 24 uur verkering nemen als experiment met een andere YouTuber. En laat gelijk even in de reacties weten welke YouTuber dat moet zijn. Laten we nu als allereerst naar de bouwmarkt toe gaan. En daar gewoon wat spullen halen die ik nodig denk te hebben om een rijdende geheime kamer te bouwen. Let's go! En we zijn bij de bouwmarkt. Laten we gewoon kiezen voor een hele grote car, want ik denk dat ik heel veel spullen nodig heb. Oh jongens, als er één plek is wat geen plek voor mij is, dan is het de bouwmarkt. Laten we een geheime kamer gaan bouwen wat lijkt op een soort van plant, maar dan een rijdende plant. En daarvoor moet ik allereerst een kubus bouwen. En dat ga ik doen met deze PVC-buizen. Wow, dat ik dat wist. Ik heb het even uitgeteld. Ik heb hier 14 buizen en ik denk dat ik hier een soort van kubus van zou kunnen maken. Nu nog koppelstukken. Ik voel me zo slim ineens hier. Je hebt hier alle soorten en maten koppelstukken. Ja, ik denk dat het gewoon een kwestie is van passen en meten en dan vervolgens alles in elkaar puzzelen als een soort van kubus. Nu op zoek naar tie rips en tape. En geloof mij jongens, met tie rips en tape kan je alles bouwen. Op deze afdeling heb je dus allemaal grasmatten en bladerwanden. Dus ik denk dat ik gewoon wat bladerwanden mee ga nemen. En dan vervolgens die kubus straks helemaal aankleden met bladeren. Ja, dit lijkt best wel op een struik. Het moet meer bladeren hebben. Tie rips, check. Zo, daar gaan we met een volle kar. Ik heb op de heenweg nog even een bus gefixt. Ho, dus gelukkig kan ik alles meekrijgen. Oké, jongens, ik heb hier wel echt veel te lang over gedaan. Ik denk dat alles wat ik nodig heb hier achter in de bak ligt. Laten we heel snel gaan bouwen. Welkom op mijn geheime hoofdkwartier. Ik mag vandaag deze loods gebruiken met heel veel materialen om mijn geheime kamer te bouwen. Ik moet wel een beetje op gaan schieten, want de tijd tikt door. Hier achter mij staat een geweldige auto. Tada! Voor de oplettende kijkers, ik heb deze inderdaad ook gebruikt voor de challenge met Maris. Ik wil dus hier omheen een hele kubus gaan bouwen met de buizen die daar liggen. En vervolgens ga ik die helemaal bekleden met deze planten. Het leuke is dat deze dus echt kan rijden elektrisch. En ik kan hem zelfs op afstand besturen. Ik zou zeggen, laten we snel beginnen met al die buizen op maat te zagen. Let's go. Oké. Ik ben helemaal kapot. Alles is op maat gezaagd en ligt hier gesorteerd achter mij. Misschien ziet het er voor jou niet uit als logica, maar voor mij is dit logica. Vraag me niet hoe, maar het frame staat bijna helemaal. Ondanks dat een aantal maten helemaal fout waren, maar we hebben geen tijd om dat te herstellen, dus ik ga het met tape oplossen. Ik moet hem hier en daar nog wat verstevigen, maar laten we even gaan testen of ik hiermee kan rijden. Oh, ik durf niet. Daar gaan we in 3, 2, 1. Woehoe. Oh, nou. Ik had het eerlijk gezegd slechter verwacht. Het frame staat helemaal in elkaar. Ik heb geen tijd om het nog steviger te maken, dus laten we gewoon beginnen met het aankleden ervan. Is dit. Misschien valt je op dat hij een stukje kleiner is. Dat komt omdat ik net dit stuk onderuit heb gehaald. Ik kwam erachter dat hij veel te hoog was, waardoor hij instabiel werd. Dus dit was een beter idee. Laten we snel doorgaan. Er zit nu een dubbele bladerlaag op en hij is echt een stuk lichter. Alleen nu nog het dak. Ik ben zo bang dat hij ieder moment instort. Het is een uurtje later, maar het is ook gelukt, jongens. Aanschouw, ja, ik lach mezelf een beetje uit. Aanschouw mijn struik. Tada, mijn struik. Ik weet niet hoe het bij jullie op beeld eruit ziet, maar volgens mij is het niet slecht. Dit is toch sneller gegaan dan verwacht, dus we hebben nog wat tijd over. Laten we snel naar de winkel gaan om mijn geheime kamer van binnen ook wat sfeer te geven.
Want al dat groen is ook zo groen. En ik sta voor de winkels. Laten we opschieten, want we hebben weinig tijd. En op zich heb ik ook niet veel tijd nodig. Want dit is de kleinste geheime kamer die ik tot nu toe heb gebouwd. Laten we in ieder geval beginnen met iets te zoeken van verlichting. Want volgens mij is het heel erg donker in een plant. Nee, nee, geen kaarsen lijkt me niet handig. Yes, deze zijn top. Ja hoor, hier is alle verlichting. Ik denk dat ik iets heb. Dit is misschien het laatste waar je aan zou denken, maar ik denk dat het in die plant ook best warm kan worden. Dus laten we een ventilatortje meenemen. Laten we nog wat te eten en te drinken meenemen en dan denk ik dat ik alles heb. Ik ben helemaal omgekleed, want ik dacht zwart is een iets meer undercover outfit dan felrood. Laten we nu het spannendste gedeelte gaan doen. We gaan de struik op de auto bevestigen. Ik hoop dat het past allemaal. Gelukkig heb ik een beetje hulp. Ik besef me net dat ik een klein beetje dom ben geweest, want ik heb namelijk geen ingang voor mezelf gemaakt. Dus we moeten ergens iets gaan openknippen. Ik denk dat het makkelijkste is om via de bovenkant erin te komen. Dus laten we hier het open gaan knippen. Nou jongens, ik heb hier een gat gemaakt. Ik denk dat ik er gewoon in ga. Laten we het gewoon doen. Doe ik mezelf ook allemaal aan? Ja, het lukt. Nou, tot snel. Goed, welkom in mijn geheime kamer. Het is wel heel erg groen tot nu toe, dus laten we er wat kleur in gaan brengen. Ik vind het zo'n gek idee dat ik hier gewoon in een plant zit, maar goed. Ik heb hier allereerst gezellige lampjes. Alhoewel, ik hoop dat ze het doen. Ja, ze doen het. Voordat ik deze op ga hangen, heb ik jullie hulp nodig om Rutger te pranken. Ik heb namelijk deze abonneeteller naast zijn bed geïnstalleerd. Elke keer als er 1000 abonnees bijkomen, dan gaat er dus een alarm af. En het is voor jullie de taak om eventjes op die abonneerbutton te drukken, want misschien gaat hij wel midden in de nacht af en schrikt hij zich kapot. Ik geef je 5 seconden om dit even te doen. 1, 2, 3, 4, 5. Als het goed is, is het nu gelukt. Oh, het is zo klein hier. Ja hoor, kijk eens hoe gezellig, de kussentjes. Nou, laten we die hier zo in de hoek doen. En de waaier natuurlijk, heerlijk. En kijk eens hier, mijn koelkast. En te drinken natuurlijk, zo. En het allerbelangrijkste natuurlijk jongens, entertainment. Ik neem gewoon mijn iPad mee. Zo, kan ik ook nog lekker een filmpje gaan kijken. Ik denk dat deze kamer dan wel vol genoeg is. Ik hoop dat hij überhaupt nog kan rijden. Dus laten we voordat we gaan verstoppen van Rutger even een testritje gaan maken. Daar gaan we. Ik ga hem testen en ik heb hier natuurlijk die afstandsbediening. Dus laten we kijken of hij kan rijden met heel het gevaarte. Oh, hij doet het! Oké, laten we hem naar buiten brengen. Het ziet er toch heel uit. Oeh, drempel. Ja, oh, goed zo. Ja. Ja, we gaan de weg op. Ja, we gaan die kant op. Hoppakee. Oh jee, auto, auto. Oeps. Ik ben even mijn plant aan het uitlaten. Nou jongens, daar sta ik dan met mijn struik bij een woonboulevard. We hebben nog ongeveer een half uurtje totdat Rutger thuis komt. Dus ik ga gewoon eerst in mijn struik. Dan rijden we daarheen. Dan ga ik testen of dat iemand ziet dat deze struik eigenlijk nep is. En dan is het tijd om Rutger straks de eerste hint te sturen als hij thuis komt. Dus laat ik eerst hierin gaan. Nou, daar gaan we. ik durf niet. Ik hoop dat hij het nog doet. Oh, hij is helemaal zo. Oh, hij doet het. Ja, hij doet het. Oh, ik zie amper iets hier. Ik moet even een soort van verhoging zoeken. Want ik wil zo dicht mogelijk bij de winkels komen. Oh, volgens mij kwam er een auto langs. Oh, hij loopt vast. Hij doet het niet. Ja, jongens, ik ben er maar uitgegaan. Want ik ben te zwaar voor dit ding gewoon. Hij komt gewoon niet meer vooruit. Dus laten we hem in ieder geval even op zijn positie zetten. Dan gaan we terug erin en kunnen we hem gaan testen. Ja, nu doet hij het wel. Hoppakee. Dit is zo raar. Oeh, als je maar niet van die drempel valt. Oh, ik heb het gevoel dat hij helemaal aan het instorten is. Maar goed, ik denk dat dit een perfecte plek is. Laten we er weer in gaan. Oké, goed jongens. Ik zit weer in mijn plant. Laat ik nu eventjes mijn mond dicht doen. En dan gaan we dus testen of mensen het opvalt of dit een echte of neppe plant is. Net nu komt er niemand aan. Ja, daar in de verte komt iemand aanlopen. Ze lopen heel langzaam. Oh nee, ze gaan die winkel binnen hier. Ze gaan die winkel binnen. Volgens mij keek niemand om. Oeh, ik moet niet te hard praten. Er kijkt iemand hier wel om. Volgens mij zag die mevrouw mij ook niet. Oh, echt niemand heeft door dat ik hier zit volgens mij. Dit is de beste geheime kamer ooit. Oh jongens, Rutger is thuis. Oh, hij komt zo meteen binnen. Dan ziet hij dus die envelop. Ik moet hem natuurlijk een berichtje sturen dat hij die open moet maken. Hij heeft zijn telefoon vast. Oh, hij voelt hem alweer aankomen. Weer een geheime kamer. Ik zie het aan zijn gezicht.
Hallo, Dick. Hij zwaait, hallo. Wat is dit nou weer? Ik zit verstopt. Zet de camera aan en pak je telefoon voor de eerste hint. Hallo? Oké, hij zet de camera nu aan. Dat betekent dat ik de eerste hint naar hem ga sturen. Ja, wat zal ik gaan zeggen? Zoek mij. En toen zat ik ineens in een video, volgens mij. Tenminste, ik denk dat dat aan de hand is, want ik kom dus net thuis. Ik kreeg een appje van Thomas. Wist jij hier iets vanaf, mevrouw? Hij spraken om hulp aan het vragen. Denk het wel, hè? Oké, maar ik moet mijn telefoon pakken voor de eerste hint. Oeh, ik zit verstopt. Zoek mij. Dan is de hint, denk ik, dat hij zit. Ik zit verstopt. Achter de bank? Iets met zitten. De bank heeft natuurlijk met zitten te maken. Volgens mij zagen ze mij. Straks heb ik hem al gelijk gevonden. Is hier niet Spaak? Oh, Rutger is mij aan het zoeken in de woonkamer. Alsof ik daar zou gaan zitten. Nou, onder de bank ook niet. Boven hebben we nog een bank. Ja, ik ga gewoon alle stoelen en banken maar af in huis. Oh, wacht, nu zie ik niet waar Rutger heen is gelopen. Ik weet niet waar die is. Nou, ik denk dat hij naar boven toe is. Nou, wel een doos. Meerdere dozen zelfs, maar geen Thomas. Ook niet hierin, toch? Nou, ik snap er helemaal niks van. Ik zit verstopt, zoek mij. Is het misschien een afkorting? Moet ik alle eerste letters achter elkaar zetten? IZVZM. Zeg me ook niks. Nou, zelfs daar niet. Hallo, ben je misschien boven? En hier ben je. Oh. Nou, weet je wat? Ik heb geen idee. Maar het is niet mijn probleem. Het is Thomas' probleem, denk ik. Dus ik ga hier gewoon lekker zelf even zitten. Nu ik toch moet wachten, beantwoord even de volgende vraag. Waar moet ik mijn volgende geheime kamer gaan bouwen? Laat het even weten in de reacties. De leukste reactie gaat het gewoon worden. Weet je wat? Ik weet niet waar die is, maar laten we gewoon de volgende hint gaan appen. Hint. Woonboulevard. Hint? Woonboulevard? Hij is in een bankwinkel, denk ik. In een meubelzaak. Daar zit hij verstopt. Ja, maar ik heb helemaal geen zin om de regen in te gaan, jongens. Kan ook lekker hier blijven. Nee, dat vind ik ook weer zielig. Kom, we gaan gewoon naar de woonboulevard. Wacht, volgens mij zitten er ook muziekjes op deze auto. Hij kan alleen maar toetertjes, denk ik. Hij gaat niet meer uit. Ik hoop wel dat ik naar de goede ga, natuurlijk. Want er zijn natuurlijk meer woonboulevards in Nederland. Ja, het is best wel wat minuten later. Ik schat in dat hij er gewoon is. Alleen ik zie hem dus nergens. Oké, ik ben gearriveerd op de woonboulevard, maar het is hier echt intens groot. Ik heb geen idee hoeveel winkels hier zijn, maar het zijn er echt heel veel. Dus ik twijfel een beetje, moet ik nu op de volgende hint wachten of moet ik nu op onderzoek gaan? Laten we gewoon even gaan kijken hier. We gaan gewoon hier naar binnen. Oké, ik ben in een woonwinkel en hij zit dus verstopt. Dus ik denk dat we hier maar gewoon op de zitafdeling moeten gaan kijken. Nou, dit is nog meer slapen. Wat een geweldige stoel is dit zeg. Heel erg leuk. Maar even kijken of Thomas hier ergens is. Heel veel banken hier, maar helaas geen Thomas. Maar ja, dit was natuurlijk pas winkel 1. We hebben er denk ik nog 50 te gaan of zo. We staan bij een winkel met een oranje logo. Ik heb gewoon een oranje logo gestuurd. Ik wilde bijna de winkel hier achter me ingaan, maar ik krijg ineens een nieuwe hint. Namelijk oranje logo. Nou, wat erg. Ik heb helemaal niet mijn sierverlichting aangezet. Kijk wat een feest het hier ineens is. Nou, het logo van de winkel waar ik in wilde gaan is blauw, dus dat is hem dus sowieso niet. Hallo. Dit is zo grappig. Ik kan dit de hele dag wel doen. Wacht, ik zie in de verte een oranje logo. Ja. Ik zie hem. Hij komt eraan. Oh, die mensen hoorden mij. Wat erg, ik moet stiller zijn. Oh, hij staat daar. Nou, meer oranje dan dit kan niet, toch? Laten we binnen even gaan kijken. Wat verschrikkelijk dit. Oké, wat moet ik doen? Gewoon niks doen, stil. Oké, ik ben binnen en ik denk wel dat ik op de goede afdeling ben, mocht die hier zijn. Hier hebben ze namelijk heel veel stoelen en banken en hier kan die natuurlijk verstopt zitten. Nee, niet gaan toeteren. Hij toetert, dit ding toetert de hele tijd. Ik zie hem echt nergens. Ik begin echt te twijfelen of ik in de goede winkel ben. Nou, dit was dus geen succes. Ik denk dat ik hem gewoon een nieuwe hint ga sturen. Hint. Het is groen. Hé, wat hebben we hier? Een nieuwe hint. Het is groen. Net was het nog oranje, nu is het ineens groen. Hij leest nu pas mijn hint. Ik snap er helemaal niks meer van. De auto heeft kortsluiting. Ik wil rijden. Huh? Wat is dit? Er staat hier iets heel raars. Doet het niet. Wat erg. Ik kan niet weg. Ik sta bij een heel bijzonder object en ik heb zo'n vermoeden dat ik het misschien wel heb gevonden. Het ziet er niet helemaal natuurlijk uit. Oh. Hallo! Is dit de
grap. Ik heb echt heel die woonboulevard afgezond. Je zit gewoon hier. Dit is een rijdende plant. Hij kan rijden. Alleen sinds jij er bent doet hij het niet meer. Oh. Ik zat alleen maar naar meubels te kijken, want je zit verstopt. Dat was precies de bedoeling. Je hebt er best wel lang over gedaan, vond ik. Heel erg knap van je. Vond je dit een leuke video? Doe eventjes een duimpje omhoog. Wil je meer van Rutger zien? Check dan even zijn hoofd die nu in beeld komt. Ja, die andere, hè? Niet deze. En dan zie ik jullie volgende week dinsdag weer met een splinternieuwe video. Doei! Doei!